Hey Sandra, ja. we gaan uh, lekker tegenaan vandaag. Ja, fijn. We gaan uh, kort, uh, kort in zone 1 en daarna in zone 2 uh, trainen. Oké. Okay, nou. Zin in? Ja, ik heb er keihard zin in. Ja. Kort trainen in zone 1 en 2, rekken en strekken. Deze dames maken zich klaar voor de New Yorkse Marathon die ze gaan lopen in november. Maar dit doen ze niet alleen voor zichzelf, ze lopen hem voor het goede doel. We hebben uh, Hospice Oase gekozen om, uh, om te sponsoren, die uh, willen graag nieuw bouwen. En uh, ja, er zijn heel veel instanties die tegenwoordig uh, allemaal goede doelen sponsoren, zoals het kankerfonds en dat soort dingen. Maar dat belandt op de grote hoop. En uh, wij vinden eigenlijk dat we voor ons uh, iets uh, kunnen betekenen. Dus vandaar dat we dit uh, doel hebben gekozen. Hospice de Oase is een bijna thuishuis. Hier kunnen mensen hun laatste levensfase doorbrengen. De hardloopmaatjes sinds 2007 zamelen geld in voor een nieuw gebouw voor de Oase. De Marathon van New York stond al lang op hun verlanglijstje. Nu het eenmaal zover is, wordt het serieus aangepakt met een professionele website, social media en een ware sponsorjacht. Ja. Kunnen ze het woord New York bij jullie thuis nog horen? <laughs> Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, we stonden niet per se meteen op de banken, inderdaad. Uh, omdat natuurlijk, een, uh, trainen kost heel veel tijd. En uh, uh, nou ja, zeker omdat we dan ook een sponsordoel eraan gekoppeld hebben, zijn we daar ook extra druk mee. En dat is inderdaad, als we thuis wel eens switch hebben van, nou, uh, moet, al moet je alweer al uh, vergaderen? Of, uh, ja. Hè, dat, uh, ja, want ja. anders zou je gewoon mee kunnen doen aan de, aan de marathon. En uh, nou, dan was het ook wel klaar. Hè. Sponsors kunnen hun reclame plaatsen op de kleding van de dames. Ondernemers kunnen zelfs voor echte billboards gaan. Ja, we hebben natuurlijk hele mooie plekken op armen, maar we hebben ook mooie plekken op billen en borsten. Dus als je geld wil investeren, dan is dat een hele goede plek.